ben hier vandaag in de Commandeurspolder. Zoals je hier achter me ziet, is dit een lager gelegen stuk. En als je hier omhoog kijkt, dan zie je dus dat dat onze boezem is. Dat is een hoger gelegen stuk. Het gemaal hiernaast zorgt er eigenlijk voor dat het water hier in de polder op peil gehouden kan worden. Stel dat het heel hard gaat regenen, dan gaat het gemaal aan en dat pompt het water van de polder de boezem in. En dat zorgt er dus voor dat de boel hier niet onder water loopt. Het gemaal zou kunnen komen op de volgende locaties. Locatie 1 of helemaal aan het einde van deze watergang aan de andere kant van de polder, locatie 2. Deze locaties worden uitgewerkt door een adviesbureau, Krachten. Betreft de planning is het zo dat adviesbureau Krachten tot en met 2021 het eerste kwartaal zich bezighoudt met de variantenstudie. Daarna wordt tot het einde van 2021 de beste variant uitgewerkt. En daarna zijn we ongeveer nog anderhalf jaar verder voordat het gemaal daadwerkelijk gerealiseerd is.